is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. Begging for mercy, oh. Uitkomend voor de Gouden Hoek vanuit Jim Bolum en getraind door Bolum Bellaini. Deze man kan er niet tegen als er respectloos wordt gesproken over vrouwen. Dames en heren, verberg alle barkrukken voordat hij die oppakt in plaats van de bokshandschoenen. Give it up voor Sydney Bout, a.k.a. Super Saiyan Sydney! Hij ziet er wel sterk uit, moet ja, ik zeggen. Hij ziet er goed getraind uit. Natuurlijk is het zijn tweede, maar hij ziet er goed uit. Hij is wel een stuk ouder dan Sydney. Is dat iets wat nog tegen hem kan werken? Ja, zeker weten. Ik bedoel, de tank kan wat sneller leeg zijn. Hij kan sneller blessure oplopen. Weet je, in het vechten tegen een jonger iemand, die zijn ook wel vaak wat gretiger. Ja, Sydney is ook een stuk langer. Maar ik moet zeggen, onze Henny is wel, het is wel een één brok massief. Spiergeweld. Ja, hij is goed bezig geweest. Hopelijk houden ze 3 ronden vol. Zou dat ook leuk zijn voor ons een keer. Ja. Maar het ding, hij komt wel uit de goede hoek. Onze Henny. Sydney. Zijn trainer Bellamy. Oud-vechter ook van Shakuruki, van Tom Haring. Oei! Zo, kijk eens, wauw, mooie zo, cross hoor. Zo. We gaan weer jongens, ja. Wat is dit nou? Wow! Weer vol erop in de eerste 15 seconden weer. Het is wel een spektakel vanavond, zeg. Henny is niet van plan om meer dan 1 ronde te vechten. Henny is zeker niet van plan. Benieuwd wat Sydney gaat doen. Zal zijn antwoord hierop zijn? Nou, ja, kijken, spelen met de houdt zijn hand toch te laag. Uitkijken voor die mokerstoten. Ja, gaat hij weer. Gaat hij weer. Ja, dit... Okay. Dit wordt knap als Sydney overeind kan blijven de eerste ronde. Henny, die sloopkogel, kijk, hij zit hem echt. Maar hij houdt zijn handen te laag. Kijk, die zet er toch een beetje op die cross van hem weer eentje. We gaan hem knock-out krijgen. Het lichaam. Lekker. Hij zet die gaat. Gaat hij weer. Dit wordt wel wat. Blijf het uithalen, blijf gooien. Henny is achteruit, hij kan iets doen. Kijken, hij is moe ook. Hij is moe. En nu gaat ze aankomen. In de touw breek. Gaat vol in de eerste minuut. Ja, hij staat moe. Mond open, beetje halen vooruit. Kijk, Henny is nog niet. Of ik bedoel, Sydney. Sydney heeft er nog zin in. Sydney gaat nou druk zetten. Maar Sydney hij moet nou druk zetten. Gewoon. Hij ziet zijn kans gewoon nu om hem te pakken. Hij ziet nu wel. Oh, er is toch wel 10 seconden een nog. Zwakke plek. Zo, goede klap. Goede rechtse. Gaat hij nog eruit komen? Krijg hem nog eruit. 5 seconden. Een vernietigende. Kom aan! Mooi in het weken. Oh, en de eerste ronde. Wat een spectaculaire eerste ronde. Spektakel. Zo. Hier vanavond bij Boxing Influencers. Henny Bout doet wel een beetje terug naar de ring, hij is moe. Hij is nu al moe. En waar we het net over hadden, zijn tank kan al leeg zijn. Ja, Sydney heeft nog zin. Kijk hoe die staat, gretig, zijn handen zijn al hoog.
staat te trappen op zijn benen. Ja, je ziet dat City ineens toch terugkwam. Kijk naar die herhaling. Ik verwachtte eigenlijk dat het anders zou zijn, maar kijk. Ja. Ik denk dat Henny ook is gegaan om gewoon die eerste 30 seconden gelijk te proberen te overrompelen en hem neer te slaan. Wat een bijna lukte. Bijna, precies. Maar City wist het toch om te draaien en terug te komen op spectaculaire wijze. En dat belooft nog wat voor deze volgende ronde. Ja, Henny is degene die daarna moet oppassen. Ja, Henny staat al klaar. Ja, een beetje staat er verkeerd in bij Henny. Of City staat er klaar, een beetje staat verkeerd in bij Henny. Joop Ubeda. Ze willen allebei niet verliezen. Ze gaan ervoor. Zit niet in de aanval. Ja. Oei. Ja. Ja, Henny moet wel oppassen. Sidney moet, ja, blijft vooruit gaan, maar moet zijn handen wel hoog houden. Hij krijgt iets te veel stoot op zijn hoofd. Zo, ja. Weer eentje. Weer een op zijn hoofd. Ja. Zijn dekking is niet goed, maar hij gaat wel vol in de aanval gewoon. Blijf naar voren lopen. Zo, Joop, kijk je uit. Ik kreeg er ook bij het eindje te verwerken. Ja, maar Henny is kapot hoor, dat zie je al. Zo, weer vol op zijn hoofd. Alleen die dekking, hij houdt zijn armen niet omhoog. Veel te laag. De stoten komen wel aan. En wij horen ze hier ook al mensen. Dus we laten we gaan hoe hard die impact is van die stoot. Allebei geven ze alles wat ze hebben. Ik denk dat het één goede raak is voor allebei. Ja, voor één van de tweede gaat ze liggen. Ja. Nee, Henny. Naar voren. Komt eruit. Zit niet weer hoofd naar beneden. Ja. Kom, op Wils krijgt allebei. Ja. Oei, mooie opstoot van Wils. Weer raak. Dit wordt een knock-out. Sidney kijkt. Oei, opstoot. Handen laag. Henny blijft maar gewoon staan. Maar oei. Het is dat hij hier is. Ja, terecht te acht tellen. Henny heeft geen zin meer. Maar wat betekent dat hij acht tellen? Omdat hij gewoon te veel rust zit te pikken. Nee, goed, hij wordt zeg maar zo, hij wordt eigenlijk in elkaar gerost. Er is geen reactie meer van Henny. Ja, waardoor de scheidsrechter ingrijpt en gewoon acht tellen geeft. Waardoor hij ook, zeg maar, ook een ronde achter staat. Deze ronde heeft hij zo verloren. Deze heeft hij verloren. Ja. Ik moet zeggen, als dit zo doorgaat, dan ik denk dat Henny de energie niet meer kan vinden. Nee, een pittig, goede slagvest is het ook. Maar ja, ze krijgen allebei aan klappen, maar. Ja, vanuitgaande, dat zit niet deze wedstrijd in. Drie rondes moeten vechten. Komt hij zometeen te staan tegen een eigenlijk frisse Jamie? Ja, dat wordt nog wat. En hij heeft al eerder verloren van Jamie, hè? Maar en die City is straks helemaal leeg. Ja, dat is goed af. Maar als we kijken naar de herhaling, oh, hij gaat wel heel mooi door, hoor. Henny toont ook gewoon karakter. Top. We maken ons op voor ronde nummer 3. Ronde nummer 3 die zal gaan uitwijzen of één van de twee mannen wel überhaupt op zijn benen kan blijven staan. Ze zijn wel allebei kapot, alleen denk ik dat Henny toch nog iets meer kapot is. Laatste instructies van de coach. Joop trekt naar midden van de ring. Oké, dan come on, here we go. Wat hebben we nog, mannen? Wat zit er nog in? Groeten. Ik verwacht weer toch hetzelfde. Ik denk dat Sidney weer naar voren gaat. Tenzij Henny ons weet te verrassen ineens. Kijk, Sidney heeft ook niet heel veel meer nodig, hè? Die heeft... Ja, maar ik denk dat Henny nu ook wel een beetje gewoon wat veiliger gaat vechten. Hij gaat er niet zomaar in rennen nu. Kijken, afwachten. Kijk, hij gaat dansen. Ja, hij gaat hem uitdagen. Hij daagt hem uit. Ja. Ja, maar dan moet er wel niet uitkomen. Dan moet er wel niet uitkomen. Ja. Dan moet je het wel doen. Dan moet je het waar maken. Ja. Kijk, en Henny maakt het nu waar. Henny. Parade stoten, ja! Hier blijven, je gaat nergens naartoe. Ja, als je gaat dopen, dansen en uitdagen, dan kun je ze verwachten natuurlijk. Kijk, en dan krijg je acht tellen. Er is geen reactie. Je wordt aangevallen, je krijgt meerdere stoten te verwerken, maar je doet niks. En dan krijg je terecht acht tellen. Ja, dus deze ronde gaat sowieso dus naar Henny. Dus het wordt wel een hele spannende wie er uiteindelijk met de winst vandoor gaat. Tenzij er een knockout komt, daar hebben we nog maar 30 seconden de tijd voor. Maar alles is mogelijk, dat hebben we eerder deze avond al gezien. Oké, maar ja, Henny is wel heel erg moe. Ja, Sidney lijkt nu gasten gaan willen geven. Ja, die moet ook wel nu. De knockout kan hem nog redden. En ik weet niet we hebben nog 20 seconden te tellen. Ja. Henny komt toch mooi door. Zo. Ja. Ja. Laatste loodjes weer. Kom maar, gaan. Wordt er geraakt. Henny, wat ga je doen? Sidney, wat ga je doen? Hij wil het toch pakken. Fantastisch mooi gedaan.
wat een gevecht. Dit zijn rookie-wedstrijden, man. Jezus. Oh, geweldig. Onvoorstelbaar. Wat een niveau. Gewoon, we toch hebben al 3 KO's, hè? Ja, joh. Het is smullen gedaan zo hier, zo lekker bij de ring. De zweet spetters in het bloed. Daar ik ook nog net niet over zien, maar het is echt geweldig. Zo dichtbij. Kijk even de herhaling. Oei. Ook weer een mooie knockdown. Maar om de laatste seconde zo. Hoe wat de highlight gaat dit worden voor boxing influencers. Dit is wel een fantastisch mooi event op deze manier om de sport te laten zien. Ja. Dit zijn geen grappen, mensen. Dit is gewoon echt keihard boksen. Keihard vechten. Kickboksen en Boxmin in Nederland wordt getrakteerd. Glory vorige week. Dit weekend hebben we boxing influencers. Mooie partij allemaal. Top, top, top. Dat zit hier gewoon nog wel wat zuurstof in die tank, hè? Wat conditie. En dan gaat het nodig hebben. Ja, Sydney moet echt zorgen dat hij nu eventjes volledig op adem kan komen. Want hij moet dus zo meteen in het viermans toernooi nog een keer opnemen. Ja, als ik helemaal zou ik nu gewoon lekker even de drukte uitgaan, drinken. Ja, niet te veel eten. Redt hij dat, denk je? Is er tijd genoeg om op adem te komen? Ja, een aantal uren heeft hij nog. Hij moet gewoon zijn rust gaan pakken. Als hij trek heeft, iets eten wat zijn lichaam snel opneemt. Niet te zwaar op zijn maag zit. Die wel een beetje de energie heeft. En gewoon lekker ontspannen. Gewoon lekker ontspannen nu. Niet rondlopen, niet bezig zijn met mensen, bezig zijn met de finale zometeen. Dat is het belangrijkste. Okay. Even strategie doornemen, ook met zijn hoed natuurlijk. De winnaar van deze fantastische partij, met een knock-out in de derde ronde, van de Schouderhoek, Sydney. Eerlijk is eerlijk, titanen gevecht. Dit was wel echt een schitterend staaltje. Vechten voor je leven.